Onderzoek naar de werking van het geheugen begon ruim 100 jaar geleden, toen de Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus onderzocht op welke manier mensen betekenisloze reeksen van lettergrepen proberen te onthouden. Door betekenisloze stimuli te gebruiken, hoopte Ebbinghaus een zuivere, kwantitatieve maat van geheugencapaciteit te ontdekken, die niet afhankelijk zou zijn van eerdere leerervaring. Hij leerde eerst een reeks lettergrepen uit het hoofd. Vervolgens probeerde hij deze reeks op te slaan in zijn geheugen, terwijl hij zichzelf afleidde door ook andere reeksen uit het hoofd te leren. Daarna testte hij zijn geheugen door na te gaan hoe vaak hij de eerste reeks opnieuw moest bestuderen om hem foutloos te kunnen onthouden. Het bleek dat zijn geheugen Ebbinghaus in eerste instantie snel in de steek liet. Maar na een maand kon hij de lettergrepen veel beter onthouden.